Hey, dus Bo, gisteren, Jezielkus, heeft je toch goede naam aan tafel? Dus spraakmakende tv gisteren, of? Nee, ik vind het een beetje... Ik ben niet afgehaakt op Bo, maar ik vind wel dat hij ingehaald is door mijn andere vriend. Door Renze? Ja, meen ik echt. Die doet het altijd goed op de zondag. Ja, die brengt er toch wat meer spanning in. En het kabbelt, hè. Ja. Het kabbelt voort en het moet leuk blijven. En weet je, het gebeurt niet veel. Nee. Het is, nee, dan kijk ik liever even naar op één. Dan zit daar die generaal, weet je. Dan kan je nog wat van de oorlog mee en zo. Dat is toch prima. Ja, zat er die minister? Zat er wel mensen van de NS ook, weet je wel. Die over zo'n als je dat ook hoort. Zo'n vrouw die dan vanuit het niets een fles naar haar hoofd geworpen krijgt. Ja, maar het gaat ook helemaal nergens. Maar vanuit het niets. Ja. Er gebeurde ook niets. Ze liep daar gewoon. Denk je, we zijn toch allemaal aan het verkiezen, joh? Ja. Waar gaat dat over, man? Gaat niet goed allemaal. Daarom zegt Dirk Kuyt ook, denk ik, dat je beter niet in Nederland kan zijn weer. Nee, maar Dirkie, kijk... Echt, hè? Dirk heeft echt een punt, hè? Ja? Ja, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Kijk, wij zijn hier cynisch. We spelen best wel op de man. En een beetje negatief zijn we best wel. Maar die Belgen jonge zijn... mensen met de meningen. Nee, maar die Belgen zijn totaal anders, joh. Die zijn, dat is een veel warmer volk. En weet je, ik zou Dirk aanraden. Want je ziet het aan Jan Boskamp. Je hebt zijn hele leven in België gewoond. Ja. Blijf lekker daar werken. Lekker gezellig. Als je naar je zin hebt. Voor jou om in België te gaan wonen. Hey. Als je naar je zin hebt. Ja, ik doe het graag als jij nee, erbij maar, ik bedoel, hij kan nog naar Brugge, hij kan nog naar Anderlecht, hij kan nog naar Genk. Ga je nog een keer naar buitenland, dan kom je weer terug, net als Jan gedaan hebt. Ja. Het is een heerlijk land om in te leven. Ja. Ja, het is hier nou eenmaal iets cynischer en meer op de man gespeeld. Ja, zo zitten wij gewoon in elkaar. Ik denk niet dat mijn stijl er heel erg goed gaat werken als ik ook nadenk in België. Nee, dat duurt één avond. Ja. Wij hebben toch één keer die Carl Huibrechts uitgenodigd. Ja. Dat was een grote jongen in België. Een grote jongen, ja. Die heeft een uur met stijgende verbazing naar die tafel zitten. Ja, die dacht, wat gebeurt hier allemaal? Die snapte er geen reet van. Er zijn Johan dit soort dingen ongeveer over Dirk Kuyt. Ik vind Kuyt eigenlijk wel de grootste griezel in het Nederlandse voetbal. Bij Dirk kun je het beste, als hij op tv komt... in het hele huis alle deuren openzetten. Want anders stopjes open. Ah, die jongen die is zo gluiperig. Die denkt altijd na wat hij moet zeggen om mensen te pleasen. Dit is de grootste demagoog van Nederland. Je bent niet echt fan hè, van hem, dat is wel duidelijk. Nee, maar ik vond het een hele vervelende jongen. En hij is een paar keer op zijn bek gegaan. En ik vind toch dat hij daarvan opgeknapt is. Want hij... Ja, dat is de plastische chirurgie geweest. Ja, ook dat. Ja. Maar ik snap het niet. Dan wil je trainer van een club zijn. En daar verdien je lekker mee, maar dan mag je geen kritiek hebben. Nee, nee joh, maar als hij in dat België is dat echt gemoedelijker. Ja? Weet je wel? Als je daar kan je ook lekker werken, man. Kijk, hij stoort zich eraan. Ja. Nou ja, dus dan ben je daar beter af. Ja, nou ja, maar als je aan dat soort dingen stoort... dan kan je beter geen trainer worden, denk ik. Nee, waarom niet? Maar ik bedoel, als je daar dan werkt, heb je er minder last van, inderdaad. Nou, ik heb wel een keer in een talkshow gezeten in België. Ik ook. Dat was hartstikke leuk, want daar kreeg ik alle ruimte om alles te vertellen. Hier word ik meteen afgekapt door jullie. Prima. Ja. Wat zou dat zeggen, denk je? Ja. Moet hij naar België? Ga ik een keer mee? Ga ik een keer mee? Ja. Ben je nog in België geweest dan? Hij is opgevoed. Niet in een talkshow, nee.